Ja, ik ga daar straks in mijn speech ook het een en ander over zeggen. Ook de verschillende orders die we kennen. En daar kom ik dus later op terug. Nou, wel even benieuwd naar Ben. Het is een vrij intensieve procedure. Je moet al een jaar van tevoren moet je het aanvragen. Of iemand anders moet het eigenlijk aanvragen. En dan komt het eigenlijk als eerste bij u binnen. Dan wordt er gevraagd van wat heeft de persoon gedaan en welke tijdsperiode. Hoe beoordeel je zoiets? Dat lijkt best lastig. Nou, daar hebben wij gelukkig een hele goede ondersteuning voor. Dat is de medewerker die over de kabinetszaken gaat. Die verzamelt het. Daar komen ook alle aanvragen binnen. Daar kunnen mensen ook allerlei zaken vragen over de procedure, over wat er nodig is. Dat is bij ons Patty Smit. Patty staat hier ook toevallig. Okay, dus misschien leuk om Patty even voor de camera te vragen. Absoluut. Ja, en Patty doet zeg maar de eerste werkzaamheden waardoor ik eigenlijk voorgelegd krijg. Want die kijkt ook van komen ze in aanmerking of niet. En dan krijg ik ze bijna altijd voorgelegd op het moment dat we denken dit zijn ook echte kanshebbers. Maar het gebeurt wel eens dat iemand niet doorkomt. Ik vroeg me juist af hoeveel aanvragen zijn er zo gemiddeld? Dat verschilt heel erg. Afgelopen jaar hadden we er bijvoorbeeld 2. En het jaar daarvoor waren er 12. Okay, dat is niet echt een pijl op de trekker. Ik word even gestoord. Ja, natuurlijk. Dat betekent dat ik nu mijn aandacht volledig aan de gedecoreerde ga. Dat gaan we even live meemaken. Ja, we gaan nu eventjes op gepaste afstand even volgen met de camera. Dat is heel goed. Okay. Ja. Bedankt voor de view. We maken nu mee. Sorry, pas op voor de kamer. Gaan we dan toe? Nou, we zien net dat een kandidaat is overvallen door de burgemeester met een mededeling. Allemaal heel spannend. De burgemeester heet de genodigde welkom en zullen zo meteen naar boven gaan. Het is een enorme verrassing voor de mensen. Een klein beetje bedrempeld gaat men mee. Nog enigszins verrast, misschien wel geschokt door het gebeuren. Nou gaan we even op zoek naar Patty Smits. Laten we eventjes... Ja, we kunnen even kijken wat mensen hier... dit is tricky. Sorry. Gaan we doen, hè? Kunnen we dat halen, dat? Dan gaan we gewoon hier staan. Goeiedag, meneer en mevrouw. Ja. Wij zijn van Omroep Pim. Zou ik u mogen vragen wat vandaag u brengt in het gemeentehuis? Ja. Kijk eens. Hi.
Nee. Dat is al een orde. Kunt u zeggen welke orde dat is? Ja, dat is de Orde van Oranje. Even kijken. Ja, het is eigenlijk... Is het van de Nederlandse leeuw? Of? Nee, het is voor 1994. Na 1994 is dus het hele decoratiestelsel is veranderd. En toen zijn er dus een lintje en een ridderorde geworden. En dit is verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in het goud. Ja, want je hebt nog allerlei graden ook in de orde. Ja, je hebt goud, je hebt zilver, je hebt brons. En dit is een gouden? Dit is een gouden. Ja, dat is hartstikke mooi. En wie bent u, waar komt u vandaan? Broekenwaterland. En mijn naam is Jan Nierop. En de heer Nierop, en, wat heeft u nu, wat heeft u gedaan vroeger? Ja, ik heb in heel veel verenigingen gezeten, maar ik ben ook 18 jaar brandweercommandant geweest in Broek. Ja. Dat is een vrijwillige functie, toch? Dat is een vrijwillige functie, ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. En u gaat vandaag genieten van alle anderen die gedecoreerd worden, onderscheid worden. Ja, en dat klinkt een beetje onpopulair. Kijk, en meteen heb je een stukje van de oorlog met zaakbelasting op drinken. Hè? Ik wil gelijk een politiek punt vandaag agenderen. Nou, er zijn politie aanwezig vandaag, dus dat kunnen we wel even zo voorzichtig in orde brengen. Voorzichtig even inbrengen, hè? Ja. Al die orders leggen wel wat gewicht in de schaal. Ja, daarom. Dat bedoel ik. Ik wou het net zeggen. Nou ja, bij deze bent u al live, dus u heeft die politieke mening al gegeven. Kijk aan. Nou, we wensen u een hele fijne ochtend. Ja. En we gaan het verder even bekijken. Eigenlijk buiten de uitzending nog wat vragen. Want ik heb toevallig gisteren een mailtje gestuurd naar Pim. En dat gaat op 8 mei, dat is wat donderdagmiddag, dan hebben wij het Oranje-toernooi. Eén stapje naar voren, want de deur gaat continu open. Ja. Sorry, 8 en, mei. 8 mei, we hebben het Oranje-toernooi en dat gaat over het steenwerpen. En er komt heel Steenwerp Noord-Holland, de verenigingen, naar Broekenwaterland om daar te strijden voor de hoogste eer. En het zou wel eigenlijk leuk wezen als uw omroep, Pim, daar. Ja, misschien even acte de passantie gegeven en ook even een reportage waar ik kan maken. Nou, dat is hartstikke leuk. Om te beginnen is dit een hele mooie oproep voor de mensen om te komen kijken op 8 mei natuurlijk. Ja. Maar als Omroep Pim zullen we zeker ons uiterste best doen om daarbij aanwezig te zijn. Absoluut. En waar is het? Dat is op sportterrein SUW in Broekenwaterland. Heel bekend. Heel bekend. Nou, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ja. En u een hele fijne ochtend. En u ook heel erg bedankt voor dit. Bedankt. Dit is live, mevrouw. Ja, dus u bent nu op televisie. Ja, ik vind het wel lekker, want ik vind het zo warm hier. Dank je, Jan. Ik wil... Ja, dit is mijn eerste eigenlijk officiële taak. Straks komt ook de burgemeester. Ja, maar wil jij dit zorgen dat dit langs de kant loopt? Ja, dat zou mooi zijn. Misschien kun je achter me aanlopen. Ja. Goedemorgen. Vanavond welkom. Gaat dit goed, jongens? Sorry, we gaan even deze kant langs. Sorry. Ja, we gaan even. Jij ook niet, jongen. Zijn we weer live? We zijn natuurlijk nog steeds live. Nou, we zijn namens Omroep Pim live bij deze fantastische leuke bijeenkomst. En is dit jullie eerste formele officiële wethouderstaak? Dit is mijn formele officiële wethouderstaak. En er is geen mooier begin dan dit begin. Want de lintjesregen, ja, dat is een traditie. Hè, dat je mensen in het zonnetje zet en onderscheidt die echt wat hebben betekend voor de samenleving. Nou, dat is echt een heel mooi begin. En hebben jullie dan nog een formele rol in deze of met name felicitaties? De felicitaties, ja. Klopt. Leuk. En hoe vond u gisteren de installatie, mag ik dat zo zeggen? Is dat naar tevredenheid verlopen? Dat is naar tevredenheid verlopen. En ik vind het een eer om als wethouder aan de slag te gaan. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik heb een hele mooie portefeuille, dus we gaan ervoor. Dank. Dan gaan we even naar de volgende toekomstige wethouder in deze. Want formeel is installatie pas wel 23 mei, de heer Van der Hoeven. Wat kent u van ons waterland? Nou, ik ben er vroeger een aantal keren geweest, in Broek en in Marken. Ook in Monnikendam. Ik weet dat Monnikendam net als Weesp stadsrechten heeft en ook gekregen in hetzelfde jaar. In 2005, 650 jaar stadsrechten. Ik weet ook dat toen een delegatie uit Monnikendam in Weesp is geweest. En dat is wat ik ervan weet. En ja, het is een prachtig gebied om hier te wonen en te leven.
Ja, want ik ga misschien voor de kijkers iets te snel, hè, want u komt uit Weesp, u bent er op dit moment wethouder in Weesp en u bent gevraagd door het CDA Waterland om hier in de gemeente Waterland wethouder te worden. Welke portefeuilles zijn daarbij benoemd? Ruimtelijke ordening, economische zaken en de realisering van twee basisscholen, brede scholen. Ja. Ja. Nou, we gaan nu niet op de inhoud in, dat is niet het moment, maar we wensen u vast wel veel succes en we zijn uiteraard bij de installatie op 23 mei ook weer aanwezig. Dan zien we u terug. Was het 15 mei? U heeft helemaal gelijk, het is 15 mei. 15 mei. Ja. Volgende raadsvergadering. Nou, dan gaan we even naar uw collega, de heer Kes. Goedemorgen meneer Kes. Hoe ervaart u deze bijeenkomst? Ja, leuk. Zoals je net aan mijn collega al vroeg, dit is onze eerste officiële gelegenheid waar we als wethouders aanwezig zijn. En dat is leuk om de mensen te zien en hoe blij ze ermee zijn. Heeft u wel eens eerder zo'n bijeenkomst meegemaakt in een andere hoedanigheid? Nee, in de Lintjesregen heb ik zelf nog nooit bijgewoond. Bent u een beetje bekend met alle verschillende ordes die er zijn? Er wordt dus geen overhoring hoor. Gelukkig. Nou, we gaan zo meteen, heeft de burgemeester toegezegd om daar het een en ander van toe te lichten. Maar dat... Oh ja, oh, dat, we hadden net een bezoeker en die begon gelijk over de OSB-verhoging. Ja, precies. Kunt u daarop reageren? Ja, welke verhoging? De VVD heeft gisteren ook gezegd dat ze moedigers tegen de OZB-verhoging zijn. Nou, wij zijn er ook geen voorstander van. Alleen, alles is in nuances. Als wij over 4 jaar een enorm gapend gat in de begroting hebben en alle andere bezuinigingen die we eerst gaan doen, hebben geen resultaat geboden, en dan heb ik het over forse bezuinigingen, dan moet je de mogelijkheid voor een eventuele OZB-verhoging openhouden. Gaan wij de OZB verhogen? Ja, ik verwacht het niet, maar het valt niet uit te sluiten. Iedereen die het op voorhand uitsluit, is niet eerlijk. Nee, dus het is niet een vaststaand besluit dat OSB omhoog gaat. Hij kan eventueel als financiering gebruikt worden. Ik had al iets gelezen over een soort compensatie tussen rioolrecht en OSB. Dat er een soort overheving plaatsvindt. Klopt dat? Ja, als je hem zo ziet, dan klopt dat. Laat ik het zo zeggen, de lasten voor de burger gaan niet omhoog. We hebben een rioolbudget. En dat budget mag je alleen voor riool uitgeven. Nou, dat budget is enorm groot. Dus mensen zouden daar minder aan kunnen betalen. Voor andere gemeentelijke lasten zou je dan meer kunnen betalen. En die lasten die mogen ook aan andere zaken uitgegeven worden dan aan riool. Zo is het in de gemeentewet geregeld. Ik heb het niet bedacht. Dus mensen blijven hetzelfde betalen. Alleen ja, het verschuift een klein beetje waar je aan betaalt. Zodat er in de begroting meer ruimte ontstaat. Ja, dus het geeft iets meer flexibiliteit voor bepaalde keuzes. Ja, flexibiliteit geldt in het rioolbudget. Mag je alleen aan onderhoud riool aangeven of aanleg riool. En is dat dan wel voldoende? Niet dat we daar dan tekort op komen straks? Nee, dat is zeker voldoende. Riool moet kostendekkend zijn en dat is het absoluut. Maar dan zeg ik even als burger, dan zeg ik betaal misschien iets te veel van mijn rioolrecht. Qua doeldekkend zou het iets te veel zijn. Je zou kunnen overwegen om het terug te geven aan de burger. Ja, lastenverlichting is helaas in deze tijd geen realistische keuze. Even een vraag over het coalitieakkoord. De politici en de andere raadsleden krijgen de gelegenheid om daarop te reageren voor 15 mei. Krijgt de burger in enige vorm ook nog inspraak of informatie? De burger heeft altijd inspraak. Dat laat zich ook nu bij mij gelden. Mensen zoeken je op en mensen weten je te vinden en zo hoort dat ook. Dus dat is inspraak en mensen kunnen natuurlijk ook de raadsfracties bezoeken en daar hun invloed laten gelden. En dan heb je natuurlijk altijd nog formele procedures. Maar laten we even die formele procedures laten ook. Die moeten formeel blijven. Mensen moeten gewoon hun politiek opzoeken en hun invloed uitoefenen en kenbaar maken wat zij willen. Wordt dat wel bekendgemaakt via de gemeentesite, het coalitieakkoord? Of kunnen mensen dat inzien? Het coalitieakkoord wordt ook via de media verspreid. Hoofdpunten zijn al via de media, ook via jullie verspreid. Het hele akkoord wordt ook via de media verspreid. Dus zo kunnen de mensen er ook kennis van nemen. En alle raadsleden krijgen het natuurlijk formeel toegestuurd. Ja. Nou, voor de kijkers thuis, op 15 mei bij de volgende raadsvergadering zal het coalitieakkoord inhoudelijk worden behandeld. En kunnen alle raadsleden en u ook inspreken en commentaar geven op het stuk. Helemaal correct. Dank voor deze inbreng, maar we gaan wel nu terug naar het feestje, want daar zijn we van elkaar. Maar we konden het niet laten. Meneer Kes, dank u wel. Nou, dan gaan we even kijken. Het is hier nu even nog rustig met mensen die binnenkomen. Ik denk dat de zaal al aardig gevuld is. Ik ga met u even de agenda doornemen van vandaag. De mensen worden nu komen binnen, worden ontvangen. U zag net hoe personen werden verrast door het feit dat hij er overkomt en naar boven zijn meegeleid door de burgemeester. Zometeen om 10 uur dan gaan we beginnen. Dan worden de decorandi, zoals het mooi heet, aan de raadstafel gezeten.
En dan begint om 9:15 de uitreiking van de onderscheidingen door de burgemeester. Ik zal eerst nog even inhoudelijk vertellen wat allemaal inhoudt met de orders. Best een complex verhaal met de orde van de Oranje Nassau en de orde van de Nederlandse Leeuw met allerlei graden. Dat hoorde net ook even van de meneer. En de burgemeester zal daar even een uitleg over geven van hoe komt dat nou tot stand en hoe gebeurt dat. Vandaag is ook aanwezig de christelijke muziekvereniging de Julianen uit Marken. Zij zijn een paar jaar geleden geëerd en zijn nu aanwezig om hier dit muzikaal te bijluisteren, te ondersteunen. Daar gaan we zo meteen ook nog even naar luisteren. Nou, de hele sessie duurt tot 12 uur en we gaan het gewoon bijwonen. En we gaan nu even inderdaad zo kijken hoe ver het al gaat beginnen. We gaan even die kant op. Gezellig druk. Er zijn ook allerlei leuke oranje hapjes te nuttigen en de koffie. Zometeen gaat de burgemeester beginnen. Geeft ons nog even de gelegenheid om iets over de procedure te vertellen van het krijgen van een koninklijke onderscheiding, oftewel een lintje. We gaven net leven aan dat het ongeveer een jaar van tevoren duurt voordat zoiets uitgereikt kan worden. He, wilt u zo'n aanvraag doen voor een ander, want zo werkt dat, dan moet u nu al voor eind mei aanvragen voor 2015. He, op dat moment krijgt de burgemeester die krijgt een aanvraag binnen. Daar staat opgenomen wat de persoon heeft gedaan, welke periode. En dan wordt er onderzoek gedaan en de burgemeester adviseert dan over de toekenning van de orde en de graad. Dan gaat het vervolgens naar de commissaris van de koningin. Die voert een tweede oordeel over het advies. En zijn advies en alle stukken gaan door naar, en dan moet ik het even goed zeggen, het kapittel voor de civiele orde.
uiteindelijk beslissen zij, zal ik maar zeggen, definitief over het toekennen van de koninklijke onderscheiding. En zij adviseren formeel de regering, maar de regering neemt eigenlijk altijd het oordeel van dit kapittel over. Nou, dan komt er een koninklijk besluit tegen die tijd. Zijn we ondertussen al een stukje verder qua tijd. En dan lees ik even voor. Op basis van het koninklijk besluit wordt de oorkonde door de kanselier der Nederlandse Orde gemaakt. De oorkonde wordt met de koninklijke onderscheidingen in een blauwe doos via het ministerie naar de uitreikinstantie gezonden. Zijn hier de gemeente Waterland. Nou, wij gaan zo meteen kijken of dat inderdaad in een blauwe doos zit. En we zien hoe het gaat lopen. Maar het is een hele formele procedure. En we gaan het zo meemaken. We gaan eventjes nu kijken bij mensen wat hun hier brengt. We gaan voorzichtig even proberen wat mensen te benaderen. Iedereen zit in spannende afwachting. Mevrouw, zou ik u wat mogen vragen? Jazeker. Mag ik vragen, wat brengt u hier? Wat is uw naam en wat brengt u hier? Ik ben Foekje Groeneveld en mijn man is gedecoreerd 12 jaar terug. Oh, wat leuk. En bent u inderdaad, als u gedecoreerd bent, komt u elk jaar op dit feest? Is dat, Vorig jaar zijn we dus ook geweest, ja, maar mijn man is gedecoreerd, ik niet hoor. Nee, dat begrijp ik. Maar hij is 12,5 jaar geleden gedecoreerd, dat begrijp ik dat goed? Sorry? Hij is 12,5 jaar geleden gedecoreerd. En waarvoor heeft dat toen plaatsgevonden? Hoe actief is uw man geweest, waarin? Zat in 13 vrijwilligersorganisaties. Zag u hem nog wel eens thuis? Dat vroeg toen de burgemeester ook nog. Ja, precies hetzelfde. Dan was hij wel eens thuis, dus weinig. En uw man zit naast u? Nou, dan gaan we even, wat is uw naam? Groeneveld. Mevrouw Groeneveld. Gaan we even naar meneer Groeneveld toe? Meneer Groeneveld. Ja, meneer. U bent 12,5 jaar geleden gedecoreerd, dus u weet ongeveer hoe dit gaat. Ja. Het is misschien 1 jaar geleden, maar nogmaals natuurlijk gefeliciteerd. Ja, wat doet dat met u als u gedecoreerd wordt? Nou, het komt natuurlijk alles heel onverwacht op je weg. En ja, er was ter ere van een enorme verrassing. Van de gemeente Waterland. Ik geef het woord nu graag aan burgemeester Lucette Wagenaar. Hij staat echt aan, dames en heren, maar het geroezemoes was nog groot. Als het goed is, ben ik nu tot achter in de zaal te horen. Klopt dat? Nee. Nico, nog steeds niet? Moet ik dichterbij praten? Is dat beter? Als ik dan maar niet de microfoons ontregel. Dames en heren, beste te decoreren medeburgers, allemaal van harte welkom vandaag op deze stralende dag. En allemaal van harte welkom in het gemeentehuis van Waterland. Wat is het goed om te zien dat er zoveel mensen in ons mooie gemeentehuis passen. Want daar is zo'n gemeentehuis ook voor bedoeld. Voor een ieder die hier woont. Welkom op deze bijzondere dag in de geschiedenis van Waterland. Maar ook in die van Nederland. Want vandaag wordt namelijk voor de eerste maal wordt bij de algemene gelegenheid, zoals dat met zo'n mooi woord heet, de koninklijke onderscheidingen uitgereikt uit naam van onze koning, zijne majesteit Willem-Alexander. En vanwege deze bijzondere gelegenheid, die in de volksmond ook wel lintjesregen wordt genoemd, hebben wij wederom alle eerder gedecoreerden in de gemeente Waterland, en daarbij zeg ik ook die ook nog woonachtig zijn in onze gemeente, samen met hun partner of hun begeleider uitgenodigd. U was vorig jaar zo verschrikkelijk enthousiast over dit initiatief, dat wij gedacht hebben en gemeend hebben dat we het eigenlijk gewoon zo moeten houden. En het is geweldig om te zien dat u in nog grotere aantallen bent gekomen. Het verkrijgen van een koninklijke onderscheiding, oftewel het lintje, gaat niet vanzelf. Daar weet u, die reeds gedecoreerd zijn, alles vanaf. Maar eigenlijk nog meer degene die uw aanvraag hebben gedaan. De procedure die start namelijk met een voorstel. En ik heb het net ook even voor de camera's uitgelegd, maar ik zal het u ook nog even uitleggen. Dat voorstel komt binnen bij onze medewerkster kabinetszaken Patty Smit. En dat wordt vervolgens van advies voorzien van de burgemeester van uw eigen gemeente. Van mij dus. Daarna wordt het opgestuurd naar de provincie en dan volgt er een advies van de commissaris van de koning. En tot slot volgt een uitgebreide beoordeling van het voorstel door het kapitel van de civiele orde. En dit is de derde beoordeling dus al.
De minister die het aangaat neemt een officieel besluit om iemand voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. De minister stelt het koninklijk besluit op met de tekst dat hebben goed gevonden en verstaan. En dat staat in die tekst en dat betekent dat de koning ermee akkoord gaat. En vervolgens wordt het ook uit naam van Zijne Majesteit de Koning ondertekend. De Kanselarij der Nederlandse Orde, waar het kapitel toe behoort, die adviseert over alle voordrachten voor koninklijke onderscheiding en is verantwoordelijk voor de uitgifte, het beheer en de registratie ervan. Want er zit ook nog een hele registratie achter. Onze koning, Willem-Alexander, is grootmeester van de Nederlandse Orde. En de Kanselarij voert deze taak ook uit namens het staatshoofd. De uitreiking mag ook alleen worden gedaan namens een vertegenwoordiger van de kroon. En bijvoorbeeld de burgemeester. En voor die gelegenheid, en ik zal het u tonen, draag ik de ambtsketen met het koninklijk wapen, het rijkswapen, naar voren gekeerd. Ons Nederlands decoratiestelsel kent zijn oorsprong al in 1806. Bij de stichting van het Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon. En tijdens zijn regeerperiode werd ook de Orde van de Unie en de Koninklijke Orde van Verdiensten ingesteld. Dus het gaat al heel wat jaren terug, dames en heren. Maar we zouden Nederland niet zijn als we dat decoratiestelsel in de afgelopen jaren, of de afgelopen decennia, niet meerdere keren hebben gewijzigd. Zelfs in 1994 werd ook nog de uitvoering van het decoratiestelsel gewijzigd. En daarbij bleven de bestaande wetten op twee civiele orden, zoals dat met zo'n mooi woord heet, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau behouden. En zo kennen wij het huidige decoratiestelsel voor verdienstelijke personen, zoals dat zo mooi heet. Misschien mooi om te weten dat volgend jaar de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Militaire Willemsorde daarbij bestaan 200 jaar. Bij de onderscheiding die u heeft, en ik heb heel veel lintjes vandaag wederom opgespeld zien worden, maar daar horen ook draagvoorschriften bij. Ja, het is niet zomaar wat. Ik zal daar vandaag even wat dieper op ingaan. Dan kunt u checken of u het draagt volgens de draagwijzer, een mooie brochure. De digitale versie bestaat uit maar liefst 32 pagina's. Ja, u dacht dat het aanvragen van een onderscheiding al moeilijk was. Probeer dit maar eens uit uw hoofd te leren. Maar zoals ze zeggen, noblesse oblige, dus degene die de onderscheiding krijgt, daar verwachten we ook wel wat van. En in de draagwijzer vindt u de belangrijkste richtlijnen voor het dragen van de koninklijke onderscheidingen. Aan de hand van de richtlijnen kunt u bepalen bij welke gelegenheid en op welke kleding u de uitreikversierselen, het draaginsigne of de miniatuurversiersel zou kunnen dragen. En als u meerdere onderscheidingen heeft, en ik heb net iemand zien lopen, is er zelfs een draagorde. Het uitreikversiersel, dat is de onderscheiding die wordt opgespeld of omgehangen. Dat kan ook nog op de dag van de uitreiking. En voor veel gedecoreerden is de dag van de uitreiking vaak het enige moment waarop het uitreikversiersel wordt gedragen. Maar, ik zeg het erbij, u mag wel dit draaginsigne, dit uitreikversiersel dragen bij officiële gelegenheden waarin de uitnodiging vermeldt dat u de uitreiksversiersel mag dragen. Dus vandaag is eigenlijk zo'n dag, zo'n officiële dag waar u ook het uitreikversiersel mag dragen. Maar u mag natuurlijk ook het draaginsigne, ook wel genoemd draagtekentje, draagstrikje, draaglintje of knoopgatsversiersel. Dat draagt u in principe elke dag als u dat zou willen. Zij het dat de kleding, zo zegt het voorschrift, passend moet zijn. Passende kleding hoor ik u denken, wat is dat dan wel? Nou, dat is voor de heren een combinatie van pak en stropdas, zegt het protocol. En voor de dames gaat het om een mantelpak, een jurk, een rok met blouse. Maar ik garandeer u, dames en heren, wij hebben een moderne koning. En die kleding, als dat iets minder volgens het protocol is, maar gewoon netjes, dan vindt hij dat vast niet erg. Dan hebben we tot slot het miniatuurversiersel. Dat is een verkleinde versie van het uitreikversiersel. En dat draagt u bij feestelijke gelegenheden, zegt het boek, vaak in de avonduren. Nou, ik hoop dat u het allemaal onthouden heeft. Maar het staat op schrift. En wij zijn niet zo streng, want ik heb nooit gezien dat iemand er opgepakt is omdat hij zijn draagversierselen verkeerd heeft gedragen.
Als ik, en dat zei ik net ook al, om mij heen kijk, zie ik heel veel van die opgespelde onderscheidingen. Het grootste deel van u hier vandaag aanwezig heeft al eerder een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. En u kreeg die onderscheiding vanwege uw bijzondere inzet voor de maatschappij. En ik noem ze ook even speciaal. Misschien kunnen jullie even gaan staan. De Koninklijke Muziekvereniging Juliana van Marken. Die is er vandaag wederom bij. Want ook zij... Juist. Ook zij hebben namelijk een koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege hun 100-jarig bestaan in 2010. En we zijn net al door de warme klanken van jullie muziek zijn we welkom geheten. En jullie gaan ons straks nog een aantal keren verblijden. Jullie zitten iets verder weg, maar ik heb heel prachtig uitzicht op jullie. En jullie zien er weer geweldig mooi uit. Dus we gaan het straks allemaal van dichterbij ook nog bekijken. De lintjesregen dus. Elk jaar worden in Nederland zo'n 5000 onderscheidingen uitgereikt. Dit jaar waren er bijvoorbeeld ook heel veel deelnemers aan de Olympische Winterspelen, die bij het behalen van een gouden medaille gereerd werden. In de afgelopen jaren zijn in de gemeente Waterland en in haar voorgangers, dus de fusiegemeenten, zo'n 356 onderscheidingen uitgereikt. En vandaag gaan we dat aantal opvoeren, want ik mag bij 5 personen de decoratie opspelden. Voor de eerste maal dus uit naam van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Na het officiële gedeelte, en dus even huishoudelijk reglement van deze feestelijke ochtend, zullen wij met elkaar proosten. En is er voldoende gelegenheid voor een ieder hier aanwezig om warme herinneringen op te halen en de mensen te feliciteren. Maar daar wordt u allemaal over geïnstrueerd, want ook dat moeten we proberen een beetje in een nette volgorde te laten verlopen. Dat mooie gezelschap van Waterlandse gedecoreerden wordt vandaag aangevuld met 4 Waterlandse heren en 1 dame. Het grootste gedeelte van de onderscheiding in Nederland is uitgereikt aan heren, maar dat ligt toch vooral in de aanvrager, zal ik maar zeggen. Want het aantal dames groeit gestaag. De heren en dame met partner zijn vandaag door mij al iets eerder ontvangen. En inmiddels weten zij, ze zitten hier in de binnenring van onze raadskring, dat zij vandaag speciale gasten zijn in de raadzaal. En zoals de meesten van u weten, is het gebruikelijk om deze dag, het is een dag voorafgaande aan de Koningsdag, om mensen in het zonnetje te zetten die zich op bijzondere wijze en geruime tijd hebben ingezet ten bate van de samenleving of anderen daarin hebben gestimuleerd. Zo mooi staat het op papier omschreven. Familieleden, vrienden en bekenden van onze gasten, van jullie dus, hebben in de zomer van 2013 naar mij geschreven. Daarin beschreef de indiener welke bijzondere activiteiten jullie hebben verricht voor de samenleving van Waterland of daarbuiten. Vervolgens is het proces gelopen zoals ik aan het begin heb geschetst. En naast degene die een koninklijke onderscheiding aanvroegen, waren er anderen die ook bereid waren om dat te steunen. Dus het is niet één persoon die het maar even kan regelen. Er zijn er meerdere voor nodig. Dat geeft aan dat er heel veel mensen zijn in jullie omgeving die vinden dat jullie die onderscheiding hebben verdiend. Het feit dat anderen hun waardering voor jullie zo openlijk tonen, dat geeft mij aan dat er heel veel warmte is in onze samenleving. Ik zeg altijd aan het begin van de raadsvergadering, wilt u allemaal uw telefoon uitzetten? Ook deze uiting, die waardering, is naast al het werk wat onze gedecoreerden doen voor de samenleving, voor mij een teken dat wij hier in Waterland in een hechte en betrokken gemeenschap leven. En daar ben ik echt ontzettend trots op. Zometeen vraag ik gedecoreerden om de beurt om samen met hun partner of begeleider bij mij te komen staan om de onderscheiding in ontvangst te nemen. Als iemand op het moment van opspelden even een foto wil maken, kunt u op dat moment naar voren komen om toch ook voor jullie het speciale moment vast te leggen. Dus dan weet u dat dat toegestaan is. Wij gaan starten met het officiële gedeelte. De eerste onderscheiding is voor meneer commandeur. Wilt u naar voren komen met uw partner? Moet even kijken, maakt het uit links of rechts, dames? De dames zijn... Nee? Maakt niet uit. Komt u even dichter bij mij staan, dan kan ik het woord tot u richten en dan ga ik ook zo staan.
Ik moet nog steeds zorgen dat ik goed in de microfoon blijf spreken. Dus ik leun een beetje naar voren. Anders ben ik achter in de zaal niet te horen, geloof ik. Meneer commandeur, u bent al sinds 1978 vrijwillig actief. En ik ga een hele lijst van activiteiten opnoemen. Want die hebben allemaal bijgedragen aan de beoordeling. Van 1978 tot 1980 lid van de stuurgroep Marker Jongeren. Van 1979 tot 1993 de organisatie Pinkstertoernooi. 1980 tot 82 voorzitter van de stichting Marker Jongeren. 81 tot 82 de penningmeester van de Oranje Vereniging. 82 en waarschijnlijk tot op heden captain van het Zuiderzeespel van de stichting Marker Jongeren. 1985 tot 88 de bazaarcommissie van de sportvereniging Marken. 86 tot 95 organisatie van de Klaverjasmarathon. 1989 tot 92 penningmeester van schoolvereniging De Rietlanden. 1990 tot 91 leider, ook nog even en passant, van het elftal Marken 2. 98 tot 2007 lid van de bouwcommissie IJsclub Marken voor de kantine. 2003 en 2004 organisatie van, en ja, dat ook zelfs dat mag genoemd worden, de Kroegen Bridge Drive op Marken. Ik denk dat wil ik ook allemaal wel doen, ik hoor het. 2004 tot 2010 voorzitter van de tennisvereniging. 2007 tot 2009 de organisatie van het sportspektakel. 2010 tot 2011 organisatie van 50 jaar vlaghijsen. Dat willen de mensen wel weten. Wat houdt dat in, vlaghijsen? Vlaghijsen op Marken, wat altijd op Koninginnedag gebeurt, dat de militairen de vlag hijsen om 8 uur. En dan vervolgens door het dorp gaan met de muziekvereniging. Ja, dus geweldig. Dat is een heel mooi fenomeen, mooi ritueel. 8 uur komende zondag allemaal op, of komende zaterdag allemaal op Marken. 2011 tot 12 productie van de DVD Militairen, nog zo'n markante activiteit. 2011 tot heden heeft u zitting in de ondersteuningsraad van de Stichting Marker Jongeren, want ze kunnen u nog niet missen. In 2013 tot heden stichting, en dat is ook of zitting in de projectgroep Wonen van de Eilandraad. Hele actieve eilandraad op Marken met daar weer hele actieve subgroepen onder. Ik ga dat even wat uitgebreider toelichten. Want in de periode van 2004 tot 2010 heeft de heer commandeur de rol vervuld van voorzitter van tennisclub Marken. Binnen deze periode heeft hij een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd. In de structuur, de organisatie en de vormgeving en de bouw van het park. Echter veel belangrijker, daarbij nog, zeggen de indieners, is uw inzet geweest voor de jeugd van Marken. En het interesseren van de jeugd in de sport. Kijk, daarmee heeft meneer commandeur al direct bewezen helemaal te passen in de beleidsplannen van ons landelijk parlement, maar ook van onze raad en de nieuwe wethouders die gisteren geïnstalleerd zijn. Mensen betrekken, mee laten doen en dan nog ook zorgen dat ze en passant allerlei gezondheidsdoelen worden behaald door sporten te promoten. Ik vind het geweldig. En ik ben in elk geval super trots op zo'n inwoner. In zijn periode als voorzitter is het jeugdledenbestand dan ook flink toegenomen als gevolg van een nieuw jeugdbeleidsplan. Tevens zijn er speciale faciliteiten tot stand gekomen voor de jeugd, zoals een mini-tennisbaan in 2004. Daarbuiten heeft u, meneer commandeur, ook een voortrekkende rol gespeeld in het organiseren van de eerste Marker Sportdag voor de jeugd, welke uiteindelijk tot een initiatief is geworden van alle sportverenigingen op Marken gezamenlijk. In het verleden, meneer commandeur, bent u ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de Stichting Marker Jongeren. Eerst door deelname aan de stuurgroep en daarna als voorzitter van de stichting. Sinds 2011 bent u lid van de ondersteuningsraad van de stichting. En deze organiseert evenementen voor de jeugd van Marken. De stichting heeft ook een jeugdhuis dat elke vrijdag en zaterdagavond open is. En het bestuur van de stichting wordt ondersteund door die ondersteuningsraad waar u zitting in heeft. En zij ervaren dat als een zeer prettige ondersteuning van zo'n financieel adviseur. Uw kunde, uw betrokkenheid, uw enthousiasme leveren een grote positieve bijdrage aan die stichting. U bent, zoals ze het noemen, een hoeksteen van de stichting. Meneer commandeur heeft zich als vrijwilliger binnen de sportvereniging Mark op verschillende fronten ingezet.
Van 1979 tot 1993 heeft hij in de organisatie gezeten van het Pinkstertoernooi. Weliswaar was dit toernooi maar één keer per jaar, maar de voorbereidingen die hebben toch wel de nodige vrijwilligersuren gekost. Ook heeft de heer commandeur twee keer zijn medewerking verleend aan de organisatie van de Bazaar en is enkele jaren leider geweest van het tweede elftal. Van 1989 tot 1992 had hij de rol van penningmeester van schoolvereniging De Rietlanden. Gelet, en nou ben ik eindelijk aan het einde van mijn betoog, meneer commandeur. Gelet op de totaliteit van uw verdiensten heeft u aangetoond dat u zich belangeloos en geruime tijd op bijzondere wijze heeft ingezet voor de samenleving op vele terreinen. Hij doet mij dan ook zeer veel genoegen om u te kunnen mededelen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. U mag klappen, want ik ga hem onderscheiden. Dank u wel. Nogmaals, gefeliciteerd. Hartstikke bedankt. Ja. U ook gefeliciteerd als de vrouw van, en u krijgt de bloemen. Want achter elke grote man staat ook een sterke vrouw. Geweldig. Ja. Sure. Dit hoort erbij. Ja. Dozen met al die insignes die ik net vertelde. En ja. Dat prachtige en dat verhaal. Verhaal. Ja. En u mag even in plaats nemen en dan straks ook de gelegenheid aan iedereen. Oké. Ja? Ja, is goed. Oké. Nogmaals, ja? meneer commandeur. Ik gaf het net al aan, het is me ook even gevraagd bij binnenkomst van iemand. We benoemen meneer commandeur tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En de huidige orde, waar ik over vertelde, kent 6 graden. Ridder Grootkruis, groot officier, commandeur, officier, ridder en lid. Die meeste benoemingen in Nederland betreffen lid in de Orde van Oranje Nassau. En de nadruk van deze orde ligt in het bijzonder bij verdiensten voor u, voor en ten behoeve van anderen. Dus daarom word je lid in de orde. En dat is een hele mooie onderscheiding, want die heeft altijd te maken met de inzet voor andere mensen in de samenleving. De basis van de tekens, en ik ga straks even dichtbij bekijken, maar wellicht heeft u hem zelf ook op of iemand in uw nabijheid, is telkens hetzelfde. Het betreft een vierarmig, wit en lauw geëmailleerd kruis. Een medaillon zit erin, neem me niet kwalijk, met daarop de Nederlandse leeuw. En het opschrift luidt natuurlijk, je m'entendrai. Oh, dat Frans, dat kwam er even slecht uit, dames en heren. Straks na de oranje bitten gaat het beter. En aan de keerzijde is dezelfde afbeelding en daar staat de tekst God zij met ons. Dat ging makkelijker. Er is een aparte heren- en een aparte damesuitvoering. Ik ga nu de tweede decorandus naar voren vragen en dat is meneer Greuter. Met zijn dochter. Kom wat dichterbij. Ja. U hoeft niet af te kijken. Ik lees het allemaal voor. En als u wilt, stuur ik het ook nog een keer op. Ja. Meneer Greuter, u bent sinds 1975 actief als vrijwilliger. Van 1975 tot op heden bestuurslid van de ijsvereniging Olympia. En vanaf 1990 tot heden vrijwilliger van de stichting IJsschuiten. Meneer Greuter, u trad in 1975 toe tot het bestuur van de ijsvereniging Olympia Monnikendam. En u werd benoemd tot ijsmeester. Een uiterst verantwoordelijke taak. Die bestaat uit het keuren en meten van de ijsvloer en het uitzetten en vrijgeven van betrouwbare schaatsroutes op de meren in Waterland en de Gouwzee. En afgelopen winter hebben wij kunnen constateren, want toen lag er ijs, maar lang niet overal voldoende, hoe belangrijk die taak is. Want echt mensen, iedereen waagt zich dan op het ijs. En alleen die routes die uitgezet zijn en gekeurd zijn door onze ijsmeester, die zijn veilig. En ik heb daar zelf als burgemeester altijd bijzonder veel respect voor. Want zonder zo'n ijsmeester zouden wij het hier ook niet kunnen bolwerken met de toeloop van al die mensen die hier komen.
U verzorgt de keuringen en u zet ook de verlichte ijsbanen uit. Vooral op de grillige en uitgestrekte ijsvlakte van de Gouwzee is dit cruciaal, ik zeg het nog maar een keer, voor de veiligheid van de schaatsers. Meneer Greut, u bent initiatiefnemer voor verregaande samenwerking met zustervereniging in de regio en de KNSB om tot een veiliger en efficiënter organisatie bij de diverse toertochten te komen. Er zit een heel netwerk van ijsverenigingen achter. Daarnaast bent u ook belast met de technische ondersteuning van de vereniging. Ook de reparatie en het preventief onderhoud van de diverse machines verzorgt u allemaal tijdens de zomermaanden, zodat altijd alles klaar staat voor het nieuwe winterseizoen. Meneer Greuter is de stuwende kracht binnen het bestuur van de vereniging die mensen kan inspireren tot samenwerking om de gestelde doelen te behalen. Want sinds zijn aantreden 38 jaar geleden is hij van grote invloed voor de belangen en de promotie van de ijssport en de schaatssport in de regio. En meneer Greuter, toen ik over uw activiteiten las, kreeg ik een beetje een grote glimlach op mijn gezicht. Ik ben hier 1,5 jaar geleden komen werken als burgemeester. Ik woon hier ook inmiddels, maar ik kom natuurlijk ook uit een andere gemeente vandaan. En daar had ik een buurman. En die buurman heeft, net als u, vele jaren zijn inzet bewezen voor die ijsvereniging. Dat is de ijsvereniging van Westwoud-Oosterblokken. Ik heb zelf afgelopen september zijn aanvraag voor koninklijke onderscheiding ingediend. En waarschijnlijk precies op ditzelfde moment staat hij ook een beetje zenuwachtig voor een groot publiek en wordt ook hij onderscheiden voor zijn verdiensten. 30 kilometer noordelijker, een andere burgemeester, maar iemand met net zoveel passie voor die ijssport als u. En ik vond dat toch wel heel mooi. Maar u heeft nog veel meer gedaan voor onze maatschappij. Want in 1990 werd de stichting IJsschuiten Gouwzee te Monnikendam opgericht. Meneer Greuter, u heeft zich vanaf het begin als vrijwilliger ingezet voor het onderhoud en de restauratie van antieke ijsschuiten. Door uw vakmanschap en ervaring opgedaan in de scheepsbouw bent u van grote betekenis voor de restauratie en de nieuwbouw van die genoemde ijsschuiten. Vanaf 1990 bent u elke zaterdag van oktober tot maart aanwezig in de werkplaats van de Stichting IJsschuiten Gouwzee om daar diverse werkzaamheden te leiden en te coördineren. Ik hoop zo dat het komende jaar toch een stevige winter komt, want zo'n tochtje op die antieke ijsschuiten, dat staat zeker op mijn wensenlijstje. Of is dat een beetje misbruik maken van mijn positie? U wilt het volgens mij allemaal. En ik meen ook dat bij evenementen dat die mogelijkheden er ook wel aanwezig zijn. Voorlopig genieten wij dus van uw prachtige vakmanschap. Al 23 jaar zet u zich in op bekwame wijze voor het onderhoud van het cultureel erfgoed in de regio en daarbuiten. U zorgt voor de opleiding van jonge vrijwilligers die het stokje straks moeten overnemen. U heeft aangetoond, meneer Greuter, dat u zich belangeloos op bijzondere wijze en geruime tijd heeft ingezet ten bate van de samenleving. Het doet mij dan ook veel genoegen u mee te delen dat Zijne Majesteit het heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zitten als die lukt. Ja. We gaan door met de derde decorandus van vanochtend. En de derde persoon die ik naar voren vraag is mevrouw Tensen.
Met partner ook. Met haar man. Wat zegt u? Pilot. Ja, ik denk dat moet het wel goed zijn. Gaat u ook aan de andere kant? Ik denk gezellig, iedereen aan een kant, maar u hoort bij elkaar. Dit is heel mooi. Mevrouw Tenzin, pilot, is sinds 1967 al actief als vrijwilliger. En de belangrijkste activiteiten zal ik ook voor u even opnoemen. Van 1971 staat hier tot heden de handvaardigheidslessen geven op de basisschool De Havenrakkers. Vanaf 72 tot 78 lid van de oude commissie op de basisschool Havenrakkers. Van 75 tot 84 secretaris, jeugdtrainer en scheidsrechter van de volleybalvereniging. Van 89 tot 2011 vrijwilliger voor de Raad van Kerken in Broek in Waterland. Van 93 tot heden vrijwilliger bij 2 meer bewegen voor oudere groepen in het Sportfondsenbad in Monnikendam. En vanaf 2006 tot heden vrijwilliger bij de Avondvierdaagse. Mevrouw Tens, u begon in 1971 op de basisschool De Havenrakkers met het ondersteunen als ouderhulp bij handvaardigheidslessen. Maar die hobby is een beetje uit de hand gelopen. Want in de loop der jaren is dat uitgegroeid tot het voorbereiden en geven van handvaardigheid in de groepen 4 tot en met 8. U heeft een heel schema opgezet waarbij alle kinderen minstens 1 keer een bepaalde techniek oefenden en een doorlopende leerlijn is op die manier ontwikkeld. Tevens houdt u het gereedschap op orde en zorgt altijd dat er voldoende, en er staat hier waardeloos materiaal is, maar waarschijnlijk maakt u er iets van heel veel waarde van. Ja, zeker. Ik heb geprobeerd. Om mee te werken. Op diezelfde school, mevrouw Tenzin, nam u actief deel aan de oude commissie en de vergaderingen en het beheren van de penningen daarbij. U verrichtte hand- en spandiensten bij het afscheidsfeest, Sinterklaasfeest, kerstfeest en ging verscheidene keren mee met meerdaagse schoolreisjes. Ook nadat u geen zitting meer had in de oude commissie, verricht u tot op heden nog steeds hand- en spandiensten bij al die bovengenoemde activiteiten. Misschien wat minder intensief, maar nog steeds. U was ook lid daarbij van de schoolraad. Van 1975 tot 1984 was mevrouw Tenzin secretaris van een volleybalvereniging. Tevens jeugdtrainer en jeugdscheidsrechter voor en ook voor volwassenen. Ook daarbij coach en u regelde het vervoer naar wedstrijden en u regelde en passant ook nog even de toernooien voor de jeugd. Tussen 1989 en 2011 verrichtte u, mevrouw Tenzin, vrijwillige activiteiten voor de Raad van Kerken in Broek in Waterland. U organiseerde de oecumenische diensten, assisteerde bij de diensten, verzorgde de publicaties, organiseerde de Wereldgebedsdag en heeft de gespreksgroepen opgezet. Sinds 1993 bent u contactpersoon voor, en ik gaf het net al aan, 2 meer bewegen groepen voor ouderen. Ook daarin de doelen van het gezondheidsbeleid, hou onze ouderen vooral in beweging. En daar doet u echt heel goed aan mee. Dat doet u in het Sportfondsenbad hier in Monnikendam. En u regelt daarbij ook maandelijks het koffiedrinken en beheert een lief en leedpot voor ze. Sinds 2006 staat u bij de controlepost van de avondvierdaagse en deelt u aan het einde van die vierdaagse de medailles uit. En ook voor u, mevrouw Tenzin, gelet op de totaliteit van al uw verdiensten, heeft u aangetoond dat u zich belangeloos, op bijzondere wijze en geruime tijd heeft ingezet ten bate van onze samenleving. En het doet ook mij zeer veel genoegen, ik denk alle mensen hier in de zaal, om u mee te delen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. En voor u zijn de bloemen voor uw meneer. Alsjeblieft. En de doos krijgt u erbij. Nog niet weglopen. Voor de foto's. Ja. Met doos. Ja?
Ja, u mag weer even plaatsnemen. De vierde decoranders die ik naar voren wil roepen is meneer Trim met partner. Nee, dat is niet gelogen. Kom een stapje dichterbij, alstublieft. Ja. Meneer Trim, volgens mij bestaat uw hele leven zo'n beetje uit de EHBO. Als ik dit zo bekijk. Want vanaf 81 tot heden was u begonnen zelf als hulpverlener, EHBO'er, bij allerlei activiteiten in de regio van Monnikendam en Amsterdam. En dat smaakte naar meer, want in 1985 tot op nu bent u bestuurslid voor de EHBO-vereniging Amsterdam, de overkoepelende. 91 tot heden instructeur en docent van Amsterdam en Monnikendam en omgeving. 91 tot 2011 voorzitter van de EHBO-vereniging Amsterdam-Noord. 2003 tot heden oprichter, voorzitter en ook nog diverse andere werkzaamheden voor de EHBO-vereniging Monnikendam. 2006 tot heden voorzitter van de EHBO-vereniging Amsterdam. En 2011 tot heden voorzitter van de EHBO-vereniging Amsterdam-West. Meneer Trim, sinds 1981 bent u als hulpverlener en EHBO'er aanwezig bij diverse activiteiten in de regio Monnikendam in Amsterdam. En dan noem ik onder andere, het is maar een heel klein gedeelte uit al die activiteiten, de kermis in Monnikendam, de Sinterklaasintochten, het vertrek daarvan in Monnikendam, de pieperrace, de blubberrace, de dam-tot-damloop en muziekevenementen. En echt, ik garandeer u, zonder EHBO geen evenementen. Want dan gaat het niet door. Ook werkt u, meneer Trim, sinds 1999 tot op heden als instructeur en docent voor de EHBO-vereniging in de regio Monnikendam en Amsterdam. U verzorgt de opleidingen voor beginners en gevorderden. En deze opleidingen verzorgt u ook met heel veel enthousiasme. U probeert aan te haken op de kennis die de cursisten al hebben en aan te haken bij hun interesses of hun werkgebied. U probeert de cursisten inzicht te geven. En wat heel belangrijk is, zelfvertrouwen, zodat ze met vertrouwen in eigen kunnen de mensen tegemoet durven te treden die hulp nodig hebben. Ook verzorgt u de vervolgopleidingen voor de hulpverleners die worden ingezet bij evenementen. U gaat regelmatig met vrijwilligers mee naar evenementen om hen in de praktijk aan het werk te zien en voor training on the job. Op basis van deze ervaringen stelt u uw instructie voor de oefenavonden weer bij. En tevens verzorgt u opleidingen aan instructeurs. Sinds 1985 verricht u diverse bestuurswerkzaamheden voor een aantal, nou er zijn er inmiddels heel veel, EHBO-verenigingen in de regio. Amsterdam overkoepelend, Amsterdam Noord, Amsterdam West en niet te vergeten ook Monnikendam. U bent voorzitter van de vergaderingen van die overkoepelende EHBO-vereniging van Amsterdam en u stuurt de onderafdelingen daarbij aan. In de hoedanigheid van voorzitter bent u ook aanwezig bij jaarvergaderingen van landelijke EHBO-vereniging en bij de districtsvergaderingen. Daarnaast levert u een bijdrage aan het bepalen van het beleid van die EHBO-vereniging Amsterdam. En in Monnikendam heeft u in 2003 de EHBO-vereniging opgericht. U bent voorzitter en zorgt voor de coördinatie van de diverse activiteiten bij allerlei evenementen in Monnikendam en omgeving om te zorgen dat er voldoende vrijwilligers aanwezig zijn. Het geeft altijd een heel veilig gevoel als de heer Trim of een van de mensen die door hem is opgeleid aanwezig is bij evenementen. U bent verantwoordelijk voor het bijscholen van die vrijwilligers en voor inkoop van materialen. Coördineert de lessen en examens en u heeft ervoor gezorgd dat er in Monnikendam, en dat is ook iets wat ik zelf ontzettend mooi vind, die AED-apparaten zijn geïnstalleerd. Dat zijn apparaten die echt het verschil maken, die redden levens. 6 minuten Waterland. 6 minuten Waterland. Die apparaten hebben hun nut al lang bewezen. U kunt op YouTube allerlei filmpjes vinden. Ontroerende filmpjes voor mensen die er niet meer hadden geweest als deze apparaten er niet waren geweest. En veel mensen hebben hun leven er inderdaad aan te danken. En de vrijwilligers die ook door u daarin zijn opgeleid. Gelet op de totaliteit van uw verdiensten, heeft u aangetoond, meneer Trim, dat u zich belangeloos op bijzondere wijze en geruime tijd heeft ingezet ten bate van de samenleving en dan met name op het terrein van de hulpverlening.
Het doet me dan ook heel veel genoegen om u mee te delen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ja, dat is zo. Van harte gefeliciteerd. Oké, bedankt. Van harte gefeliciteerd. We hebben de bloemen voor uw vrouw. Ja, van harte gefeliciteerd. Oh ja, het loopt eruit het water. Het glijst toch niet uit, hè? Dus, ja, hier zitten alle insignes in en prachtige instructies die ik net heb verteld. Nou. Zal even de volgende keer dus in deze vrouw. Ook u mag nog even plaatsnemen en straks mogen ze allemaal feliciteren. De vijfde en laatste decorandus die ik naar voren vraag is de heer De Wijze en zijn vrouw natuurlijk. Meneer De Wijze is baas bovenbaas sinds 1960 al vrijwilliger. Op vele terreinen. Want van 1960 tot 1979 secretaris en voorzitter van gymnastiekvereniging Brinio in Monnikendam. Van 1961 tot 1971 vrijwilliger en baancommissaris bij de jaarlijkse wielerronde in Monnikendam. Van 1962 tot 1970 lid van het college van notabelen van de Nederlands hervormde gemeente in Monnikendam. Van 1967 tot 1980 secretaris van het Oranje Comité hier ter plaatse. Van 1970 tot 1981 bestuurslid en penningmeester van de Holland-Sri Lanka Family Help Program. Van 1973 tot heden secretaris hulpbetoon en spinfabriek te Monnikendam. Van 1973 tot heden voorzitter, en zo is hij hierheen gelokt overigens vandaag, en deelnemer van praatgroep De Steg in Monnikendam. Van 1980 tot 2008 het voeren van de ledenadministratie van de vereniging Oud-Monnikendam. Van 1994 tot 2004 vrijwilliger van de werkgroep Vluchtelingenwerk Monnikendam. 2004 tot heden bestuurslid Stichting Vrienden van Zaagmolen de Vriendschap. Van 2001 tot heden suppoost gastheer van het Waterlands Museum de Speeltoren in Monnikendam. Van 2001 tot heden stadsgids Monnikendam en bestuurslid van de Stadsgidsenvereniging. En 2001 tot heden kerkwacht suppoost, gastheer tijdens de openstelling van de grote kerk in Monnikendam voor haar bezoekers. Het is me nogal een lijst. En een aantal van die activiteiten zal ik hier even toelichten. Eerst is, als allereerste is de heer De Wijze van 1960 tot 1972 onafgebroken secretaris van die gymnastiekvereniging Brinio geweest. En van 1972 tot 1979 heeft u ook het voorzitterschap van die vereniging vervuld. Tevens heeft u zich in de jaren 60 ingezet als vrijwilliger bij de jaarlijkse wielerronde in de Markgouw in Monnikendam. En tijdens de wedstrijd trad u op als baancommissaris. Meneer De Wijze heeft de ledenadministratie en aanverwante activiteiten van de vereniging Oud-Monnikendam gedurende 18 jaar in nauwe samenwerking met de penningmeester van de vereniging behartigd. Het Oranje Comité Monnikendam heeft vele tientallen jaren de festiviteiten op en rond toen de tijd nog Koninginnedag in Monnikendam verzorgd. In deze periode werden zeer veel activiteiten voor allerlei leeftijdscategorieën georganiseerd. Meneer De Wijze, u heeft zich gedurende 13 jaar als secretaris en mede-organisator van die activiteiten verdienstelijk gemaakt. Van 1999 tot 2004 zijn in het gebouw De Vriendschap in de Kerkstraat in Monnikendam asielzoekers gehuisvest geweest. Meneer De Wijze, u begeleidde in die periode dagelijks een Afghaans gezin, maakte een wegwijs in Nederland en gaf taalles. Het gezin woont nu in Ilpendam, u heeft nog steeds contact met ze en zij spreken ook zeer enthousiast over u. In 2001 heeft praatgroep De Steg voor senioren in de wintermaanden onderkomen gekregen in de voormalige gemeentelijke visafslag aan de binnenhaven in Monnikendam. Het ontmoetingscentrum voor senioren, tot op heden trouwens alleen mannen, dus daar dames, daar gaan we wat aan doen, neem ik aan. Maar die is mede door de heer De Wijze opgericht. Als voorzitter onderhoudt hij de contacten met de gemeente Waterland en coördineert hij de dagelijkse activiteiten.
Onlangs nog mocht ik daar, en ter gelegenheid, volgens mij was het 12,5-jarig jubileum. Dat klopt dan weer niet helemaal met 2001, maar die vierden jullie op dat moment. En ik heb daar een heerlijk taartje gekregen. En natuurlijk, want dat doet hij op elk moment dat hij me tegenkomt, en niet alleen hij, een hartstochtelijk pleidooi voor een vaste stegplek gedurende het gehele jaar. Ik denk inmiddels dat ik wel bij meerdere huwelijksjubilea een soortgelijk pleidooi heb gehoord. Ik vind het een mooi staaltje van doorzettingsvermogen en ik zou ook zeggen, hou vol. De Monnikendamse oud-plaatsgenoot Herman Steur heeft op Sri Lanka het FHP, waar ik net op doelde, opgericht. De doelstelling daarvan is hulp en ondersteuning van de allerarmsten op Sri Lanka. Naast financiële adoptie is een welkom dorp gebouwd waar 400 armlastige ouderen wonen. Ook scholing behoort tot de activiteiten van die stichting. Het FHP heeft een internationale uitstraling en u bent op ruim 10 jaar bestuurslid, respectievelijk penningmeester van die organisatie geweest. Meneer De Wijze geeft als stadsgids rondleidingen voor groepen bezoekers in de binnenstad van Monnikendam. Hij doet dat op een toegankelijke en bindende manier. Hij belicht zowel de geschiedenis van Monnikendam als de bouwgeschiedenis van historische panden en doorspekt dat met allerlei anekdotes. Zijn rondleidingen worden zeer gewaardeerd. Sinds 2006 maakt de heer De Wijze deel uit van het driekoppige bestuur van de stadsgidsen. Ik heb vorig jaar zelf van meneer De Wijze, ja, ook dat is een van de geneugten van burgemeester, maar heb ik een bijna privé rondleiding gehad door de Grote Kerk. Ja, bijna privé zeg ik, want collega Schalkwijk, ook aanwezig, was ook uitgenodigd. Die sloot aan, maar te laat, want toen waren wij alweer op aarde aangeland. Want dames en heren, het klinkt misschien een beetje schalks. Daar moet de burgemeester toch wel wat voor hoeden in haar speeches. Maar meneer De Wijze heeft mij tot grote hoogte gebracht. Letterlijk dan. Want we zijn tot in het bovenste gedeelte van de toren geklommen. En wat een fantastisch mooi uitzicht. Ik laat het aan iedereen, ook aan buitenlandse mensen, allemaal zien hoe mooi Monnikendam vanaf die toren is. En dan zeg ik, en je mag er eigenlijk niet komen. Alleen bij heel speciale gelegenheden onder begeleiding. Meneer De Wijze, u treedt dagelijks een dagdeel op als suppoost en gastheer in het museum De Speeltoren. U leidt desgewenst bezoekers rond en geeft een toelichting op de geschiedenis van Monnikendam en het museum. Het museum is jaarlijks geopend vanaf de paasdagen tot eind november en zeer de moeite waard voor iedereen die hier ook aanwezig is. De heer De Wijze, heb ik goed gedaan, een beetje promotie, ja, toch? Ja. De heer De Wijze is een van de drijvende krachten voor de openstelling van de Grote Kerk. En naast rondleidingen in het kerkgebouw verzorgt hij de instructie van nieuwe gastheren en gastvrouwen. En ook dat gebouw is zeer de moeite van het bezoeken waard. En daarnaast bezorgt hij in zijn wijk, want daar heeft hij ook nog tijd voor, wekelijks de kerkbladen en beheert hij de website van de PKN in Monnikendam. Ik heb er helemaal een droge keel van gekregen. Meneer De Wijze, gelet op de totaliteit van uw verdiensten heeft u aangetoond dat u zich belangeloos op bijzondere wijze en zeer geruime tijd heeft ingezet voor de samenleving op vele terreinen. Het doet me dan ook veel genoeg om u mee te delen dat zijne majesteit het heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voorlangs doen? De doos. De voorwaarde. Ja, de voorwaarde. Heel belangrijk. En de oorlog die erbij zit. Ja? Ja? Straks ga ik iedereen gelegenheid feliciteren. Maar doe ook nog even een persmoment. Maar dat ga ik nu aankondigen. Dames en heren. Er is ook nog een zesde koninklijke onderscheiding toegekend aan een inwoner van Waterland. Maar deze gedecoreerde kan er vandaag helaas niet bij zijn. En we houden die naam ook nog lekker even geheim. In verband met de verrassing, want anders is de verrassing weg. En we zullen het lintje op een later tijdstip uit gaan reiken. Alle gedecoreerden
Ook vanaf deze plek nogmaals van harte gefeliciteerd met uw onderscheiding. Ik wil u bij deze graag uitnodigen om aanstaande Koningsdag, dus morgen vieren we dat, omdat zondag eigenlijk de datum is, maar die dag is een rustdag voor de koning. Dus we doen dat morgen. Verzoeken wij of jullie speciale gast willen zijn bij de Aubade in Monnikendam en op Marken. En na afloop van het officiële gedeelte zal Patty Smit, onze medewerker, jullie daar meer over vertellen. Zo direct, en dan gaan we eerst even een persmoment doen, is er voldoende gelegenheid om de gedecoreerden te feliciteren. Want ik snap dat jullie bijna niet kunnen wachten. En zeker degene die mee hebben gewerkt aan de aanvraag. Het is toch een behoorlijk lange speech geweest wat ik heb gehouden. Maar allemaal mooie woorden van andere mensen over jullie activiteiten. Ik wil alle mensen hier aanwezig uitnodigen om te gaan staan. En dan gaan wij met elkaar, met ondersteuning van onze christelijke muziekvereniging Juliana, het Wilhelmus zingen. En als het goed is, zijn er heel veel van de oranje blaadjes uitgereikt. Klopt dat? Liggen ze op tafel? Heb ik er ook een? Heb je een paar voor de mensen daar? Svalhanna saule ben ik van Duitse bloed. Leve de koning! Hoera! 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 Er is nu de gelegenheid voor de pers om foto's te maken. En gezien het feit dat we nog steeds mooi weer hebben, stel ik voor dat we met de gedecoreerden even naar buiten gaan. Lucy van Vliet en Patty Smit zullen jullie naar buiten begeleiden. En daarna, echt daarna, krijgt u de gelegenheid om de gedecoreerden te feliciteren. En tot slot mag ik u allen uitnodigen hier aanwezig een drankje te bestellen aan de bar. En met elkaar even te proosten. En de bodes komen langs met allerlei lekkere hapjes. Dus ga even heerlijk genieten en met elkaar mooie herinneringen ophalen. Dank u wel. Thank you.
Nou, we staan hier buiten bij de deur. Helaas is Pim in die zin technisch beperkt dat wij niet bij de vlaggenmast kunnen komen. Dus op een gepaste afstand bekijken we even het fotomoment met de blije mensen. De pers staat daar nu de foto's te nemen met de bloemen. Gelukkig begint er nu een zonnetje te schijnen. En zometeen hopen wij dat als we binnenkomen dat we met de uitverkorenen kunnen praten. Het was net een heel bijzonder moment zoals de burgemeester al die verhalen heeft voorgelezen. Indrukwekkend aantal inzet die al die mensen plegen al heel lang. Soms meer dan 40 jaar actief in het vrijwilligerswerk. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En we zijn natuurlijk ook benieuwd wat dit met hun doet. Het is ook heel mooi dat de gemeente het feest van vorig jaar heeft gecontinueerd. En zelfs de burgemeester het aangaf, zullen we vanaf nu elk jaar zo voortzetten. Waarbij alle oud gedecoreerden ook aanwezig zijn bij deze happening. Dit mooi als voorbereiding op Koningsdag morgen met allerlei festiviteiten. Het feest is min of meer eigenlijk al begonnen. De gedecoreerden bij de camera te vragen, op te vangen. We hopen dat ze niet zo overmand zijn door emotie, dat we ze te veel overvallen. Maar het zou erg fijn zijn als we van hun reactie kunnen krijgen. Binnen was het erg warm, dus ik denk dat een aantal leden ook blij zijn dat ze even buiten staan. Het is hier heerlijk fris. Niet heel koud, maar wel lekker fris. Kijken zo ver mogelijk deze kabel uit. Jesper, kijken hoe ver deze kan komen. Of die deur opengooien, dus noods. Hoi. Oh. Dat trekt het niet. Dat hoort je. Het is natuurlijk mooi om te zien hoe actief al die mensen geweest zijn en een ellenlange cv van allerlei activiteiten. Het is natuurlijk voor de maatschappij, zeker in Waterland, natuurlijk enorm belangrijk dat we hier met alle proberen al onze voorzieningen in stand te houden en voor elkaar zorgen en leuke dingen organiseren. En dan is het goed dat deze mensen op zo'n dag als vandaag ook in het zonnetje gezet worden. Dit zijn natuurlijk maar een paar, maar er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen actief binnen Waterland in allerlei gremia en allerlei zaken. Het is ook een klein beetje een ode aan iedereen die actief is. Nou, de felicitaties gaan
rustig verder buiten. Ik denk dat zometeen langzaam de mensen nu naar binnen gaan komen. Ik zie de heer commandeur aankomen. We gaan kijken of we de heer commandeur voor de camera kunnen krijgen. Mevrouw Tensen komt eraan. Mevrouw Tensen? Ja. Zou ik u even mogen bij de camera mogen vragen? Ja, vraag je maar. Allereerst, laten we een klein beetje die kant op staan. Dan staan we even niet in de ingang. Kunnen mensen nog even naar binnen en buiten. Allereerst van harte gefeliciteerd met de decoratie. Ja, dank u wel. Ik ga nog een klein beetje naar voren vragen, want ik kan de microfoon niet meer bij me halen. Wat was het verrassend? Wat ging u doorheen toen u het hoorde? Wanneer? Hier? Net, dat u binnenkwam, werd u overvallen? Ja. Toen zeiden ze van, dat ik een van de gedecoreerden was. En dat ik dan, toen was ik wel een beetje verbaasd, moet ik zeggen. Met welke smoes was u hierheen gelokt? We zouden nog een weekend hebben voor mijn 80ste verjaardag. Want ik was net 80 geworden. En toen zeiden ze, we hebben een weekend georganiseerd, een verrassingsweekend. En het mag niet verzet worden. Nou ja. Want we hadden al meteen zoiets van eind april, dat kan ik eigenlijk helemaal niet. Maar het kon niet verzet worden, dus we zijn uit Frankrijk. Mijn dochter heeft me met mijn schoonzoon uit Frankrijk opgehaald. En zijn we donderdag aangekomen. En, nou ja, goed. Toen vandaag. Je moet wel netjes aangekleed zijn, want er is een feestje. Leuk. En daar beginnen we mee. Dus, nou ja, goed. Dus dat heb ik. En nu hier? Ik dacht dat het een feestje. Nou ja, het is ook een feestje. Vindt u het een leuk feestje? Ik vind het een erg leuk feestje. Ik kan mij nog herinneren. Ik heb zelf ook op de Haverakkers gezeten. En u heeft daar ondersteuning. Wouter Terpstra. Oh, van Terpstra. Ja, absoluut. En ik heb zelf ook nog van u ondersteuning gehad met handarbeid. Niet meer of het houtbewerking was of punneken. Een van die twee, dat weet ik niet meer. Maar hoe? Punneken in ieder geval, want dat heb ik nooit gegeten. Hoe houtbewerking wel. Maar u bent al sinds 1971 actief in Haverakkers. Hoe lang, meer dan 40 jaar, welke energie houdt u vast om dat vol te houden? Nou, je hebt ieder jaar andere kinderen. Nou ja, goed, je hebt alle kinderen, dus ik heb ze 5 jaar. Hè? 4, 5, 6, 7, 8, 5 jaar heb ik ze. Dus dat, ja, en ik heb groepen 3 ook nog wel gedaan hoor. Maar nu niet meer, want dat red ik gewoon niet. Want er zijn er altijd 2 groepen 3, dus dat is gewoon te veel. Kost te veel tijd. Ik heb niet meer tijd. Er zitten maar 7 dagen in een week. Dus. Ja, en als ik naar uw cv kijk, dan doet u niet alleen nog naast deze ondersteuning ook nog een heleboel andere zaken. Ja, nou, dat is eigenlijk wat ik nu eigenlijk toch hoofdzakelijk doe, is op school. En hoe lang gaat u daar nog mee door? Ja, hoe lang red ik dat nog? Ja. Zolang het lichaam het toelaat. Hoe lang willen ze me nog? Dat is ook belangrijk. Maar voorlopig heeft u nog steeds ambitie om de komende periode kinderen te begeleiden. Nou ja, het is gewoon ontzettend leuk werk. En je blijft er een beetje bij, hè? Ik bedoel, je moet ook steeds meegaan met nieuwe dingen, met nieuwe inzichten. En je verandert zelf ook. En nou ja, de kinderen houden je er bij de tijd. Dat is toch gewoon leuk. Ja, ik vind het een ontzettend mooi statement. Namens alle kinderen waarvan ik er één was, hartelijk bedankt voor al die ondersteuning. En geniet van twee kinderen op. Mijn kinderen zitten hier in Monnikendamschool. Dan krijgen ze daar ook handvaart. Absoluut, absoluut. Nou, hartelijk bedankt en nog een heel fijn feestje. Ja, dankjewel. Dank u wel. Nou, dan gaan we even naar binnen kijken of we de andere gedecoreerden ook nog kunnen intervangen, interviewen. Wij gaan even naar binnen. Ik geloof niet dat het handig is om met de draad door de draaideur te gaan. Dus wij gaan gewoon door de deur hiernaast. Gaan mensen hier halen of gaan we even daar? Ik denk dat de zegel, denk ik. Denk ik zelf het makkelijkst. Dat zijn 2
Willian zeggen dat we hier de heer commandeur op de kamer hebben? Absoluut, ja, absoluut. Ja, ja, die komt het, Mark. Ja. Meneer commandeur, van harte gefeliciteerd met deze decoratie, om het zo maar even te noemen. Dank u wel. U komt uit Marken. U kwam hier vandaag binnen. Met welke reden bent u hier gekomen? Ik zou samen met mijn vrouw, dochter en schoonzoon een fotosessie maken voor Moederdag. Dat was de bedoeling. Ja. Dus. Nou, dat is aardig gelukt, hè? Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel, ja. Ook foto's genomen? Ja, er zijn heel veel foto's nu genomen net, ja. Maar ik denk dat die fotosessie niet meer doorgaat. Dat denk ik ook niet. Hoe, ja, u werd overvallen bij de voordeur door de burgemeester. Ja. Ben je naar boven geleid? Wat ging er door u heen? Ja, je wordt plotseling toch wel een beetje nerveus. Hè? Wat gaat hier allemaal gebeuren? Maar ja, je wordt keurig opgevangen. Dus dat was verder geen probleem. Het ging helemaal goed. Ja. Nou, de burgemeester heeft van alles genoemd. Een hele uitgebreide cv. Ja. Wat ik vooral een rode draad daarin vond, was het werken met jongeren. Wat drijft u om zo intensief te werken met jongeren? Ja, de jeugd voor Mark is heel belangrijk. En ik ben ja, daarin gerold in eerste instantie bij de Stichting Marker Jongeren. Dat kwam eigenlijk omdat wij als jeugd allerlei op Marker huisjes in huisjes zaten. Waar we gewoon met jongeren gewoon ja, gezellig samen zijn hadden. Maar dat mocht op een gegeven moment niet meer. Dus daar kwam de Stichting Marker Jongeren voor in het leven. Er werd een ruimte gecreëerd waar wij gewoon ja, verder met alle andere jeugd op Marken ja, een plezant vertoeven hadden. En ja, van het een komt het ander. Je zit dan in het bestuur. En daarom wil ik hier ook een lans breken voor de Stichting Marker Jongeren. Het zijn jeugdmensen die het bestuur regelen. Die alles, alle activiteiten organiseren op Marken. En met name die bestuursleden, die zie je overal terugkomen later op latere leeftijd. In allerlei verenigingen, kerk of wat dan ook. En dan hebben ze toch in eerste instantie het bestuur geleerd bij de Stichting Marken. Momentje meneer commandeur, ik ga even deze mevrouw voorlaten. Ja? Anders dan zou zij misschien over de draad struikelen. Excuses, gaat terug nog verder. Nou, en later ook bij de tennisvereniging, we zagen gewoon dat de jeugd meestal naar de voetbal toe trok, ook de jongere jeugd. Maar ook tennis is natuurlijk een onderdeel voor de jeugd om te bewegen, te doen. En vandaar dat we daar met het toenmalige bestuur daar heel veel tijd en energie in hebben gestoken. Raakt dat de jeugd? Worden zij er enthousiast van? Ik heb het idee van wel. Met name, kijk, de jeugd verandert op dit moment wel. Met name vanaf een leeftijd van 15, 16 jaar. Het is niet meer zoals vroeger. Ze hebben andere interesses, gaan andere dingen doen. Maar met tennis begin je met de jeugd al op 6, 7-jarige leeftijd. Je leert ze gewoon met andere kinderen omgaan. Je leert ze te bewegen. Dus ja, ik heb daar wel heel veel ja, plezier van gehad. Het geeft u in ieder geval heel veel energie. Is het iets wat in de andere kernen ook een advies zou zijn? Of is het bijvoorbeeld ook in Monnikendam? Wat bedoelt u precies? Nou, dit is een stichting jongeren in Marken. Ja. Zijn dezelfde stichtingen ook in de andere kernen aanwezig? Bijvoorbeeld in Monnikendam? Voor zover ik weet niet. En de gemeente Waterland gebruikt de Stichting Marken Jongeren ook meestal als uithangbord. Van joh, kijk ernaar, zo moet het. Hè? Maar aan de andere kant, ja, het staat op dit moment wel onder druk. We hebben een nieuwe alcoholbeleid gekregen. Ja, en de SMJ, noemen we dat dan, staat. Ja, dat is gewoon lastig. Jeugd verandert, mogen niet meer drinken. Gaan toch andere wegen zoeken. En ze hebben wel een prachtig plan bedacht om het alcohol te verbieden bij jeugd. Maar ze moeten ook handhaven en dat gebeurt niet. En dat is een groot probleem. Ja. Nou, het is heel goed om dat hier aan te kaarten en te kijken hoe we met die nieuwe uitdaging omgaan. U wordt nu geëerd voor al die afgelopen jaren die u ingezet heeft. Hoe lang gaat u nog verder? Nou, ik heb er op dit moment nog geen spijt van. Dus ik heb er heel veel plezier in. Er zijn nog zoveel taken te verrichten. Leuk. Dus dat zal nog een tijdje door blijven gaan.
Nou, dat is hartstikke mooi. En als er mensen zijn die dit initiatief leuk vinden, vooral met jongeren werken, kunnen ze misschien bij u nog informatie inwinnen. Altijd, altijd. Hartstikke bedankt en heel veel succes in de toekomst. Fijn, dank u wel. Dank u wel. Ik ga verder met kijken of ik de gedecoreerde bij de camera kan krijgen. We staan hier bij de heer Greuter uit Monnikendam. U heeft bent net gedecoreerd. Ook u bent hier naartoe gekomen met een smoes waarschijnlijk. Ja. Wat is u verteld? Nou ja, dat morgen is mijn schoonzus jarig. En ja, die hadden wat speciaals georganiseerd. Dus ik moest mijn beste pak aantrekken. Dus ik was totaal verbluft dat ik hier bij het gemeentehuis afgeleverd werd vanmorgen. Kreeg u toen al een vermoeden? Nou, toen zag ik dus de mensen lopen. Ik denk, oh, dat is lintjeswerk. Ja, toch wel. Toen wist u het. Ja, toen dacht ik, ik dacht in eerste instantie nog sporthal hier ook. Ik denk, nou, wat zouden ze niet sporthal georganiseerd hebben? Maar toen stopte hier bij het gemeentehuis en toen zag al die mensen hier lopen. Ik denk, oh, dat is voor het lintje. Namens Omroep Pim ook van harte gefeliciteerd met deze decoratie. De burgemeester gaf aan dat u heel actief bent met als rode draad ijs. De ijsschuitenvereniging, de ijsvereniging. Wat heeft u met ijs? Ja, ik heb zelf, was zelf altijd een verwoed schaatser. Tot op een gegeven moment lichamelijke klachten, dat niet meer ging. En toen ben ik in het bestuur, want ik had vaak commentaar op de ijsclub eigenlijk. En de mensen hadden ook niet het materiaal en de gelegenheid om zoveel ervoor te doen als dat wij in de laatste jaren hebben gekregen natuurlijk. Er kwam steeds meer geld en moderne spullen en noem maar op. Dus toen ben ik in het bestuur gegaan en ik heb me er volledig voor ingezet, zoveel mogelijk tenminste. Ik vond het leuk om te doen. En voor de ijsschuiten, dat is weer een verhaal apart. Want als jongetje ben ik opgegroeid aan de Monnikendammerhaven met wat strenge winters ook. En de skatebouw zat ons een beetje in het bloed. Dus ik had altijd al een zwak voor de ijsschuiten en dat die dus naar Monnikendam gekomen zijn. Toen heb ik me daarvoor ingezet voor het restaureren en het replica bouwen en dat soort dingen. Ik vind wat is uw achtergrond dat u daar zo handig bent en technisch? Wat heeft u gedaan? Ja, weet ik niet. Dat is, ik denk dat het zit een beetje in de familie. Mijn vader was van oorsprong scheepsbouwer en we zijn eigenlijk altijd opgegroeid met onze handjes werken. En wat heeft u zelf gedaan? Ik ben ooit op het kantoor gestart in Amsterdam, maar dat beviel me niet. En toen ben ik gewoon omscholen bij de firma Hakvoort. En toen ben ik in de scheepsbouw terechtgekomen.
Daar heb ik 7,5 jaar gewerkt. En toen ben ik naar de firma van Waver verhuisd. En daar heb ik van alles gedaan. Daar heb ik getimmerd, daar, gemetseld, staalconstructies gemaakt, de machines gerepareerd. Daar heb ik 25 jaar gewerkt. Met heel veel plezier. En al die kennis is natuurlijk ook goud waard bij het repareren en onderhouden van de ijsschuiten. Ja, dus zeker. Maar ik ben niet de enige. Er zijn veel meer mensen die natuurlijk handig zijn. Dat is gewoon, ja, zeker, natuurlijk wel. Alleen kennen mensen niks. Nee, dat geloof ik zeker. Maar bent u in staat ook om uw kennis over te dragen aan de nieuwe generatie? Ja, nou, er zijn dus wat jonge jongens bijgekomen de laatste tijd. En die kun je dan wat aanwijzingen geven. Maar ook de wat ouderen die niet weten hoe ze een hamer of een zaag vast moeten houden. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Dan zeg je, joh, dat kun je beter zo doen. Ja. Nou, en het is helemaal geen meesterrol, maar het is altijd wel leuk als je iemand kan helpen met bepaalde dingen. En dan zeggen ze, ja, oh, ja. Nou, ik zeg, een mens kent alles. Ik zeg, een ander kent ook wat. Dat is gewoon zo. Ja. Daar heeft u helemaal gelijk in. Hoe lang heeft u nog ambities om verder te gaan? Wat wilt u nog bereiken? Nou, ik hoef niks te bereiken, want... ik ben 78, dus... Genieten van het leven? Ik geniet wel wat van het leven. Ik heb wel wat tegenslagen ook gehad, maar goed. Ik heb een mooi leven. Ik leef met mijn dochter en we hebben het hartstikke goed met elkaar. En die heeft dit ook georganiseerd voor me, denk ik. Nou, hartstikke leuk. En hopelijk de komende jaren toch ook nog wat ijs. Dat hoop ik wel. Ik ben wel uit het bestuur gestapt, maar ik heb wel dus gezegd... de technische dingen die, en wat ik ken, dat wil ik wel blijven doen. Het onderhoud van bepaalde dingen. En, zolang ik dat kan doen, blijf ik dat doen. Nou, dat is hartstikke mooi. En, geen bestuursfunctie meer. Nou, kan ik me ook iets bij voorstellen. Dat is best zwaar. Geen vergaderen. En dat, want dat is ook vaak vergaderen om te vergaderen. En dat hoeft voor mij allemaal niet. Ik ben liever bezig. Nou, ik wens je daar nog heel veel sterkte in. Heel veel plezier. En ik hoop natuurlijk nog, uiteraard nog heel lang mag volhouden. Nou, fijn. Dank u wel. Dank u voor de aanwezigheid. Ja. En een hele fijne feestje nog. Ja, dank u. Oké, okay. Ja. Dank u wel. Oké, okay, bedankt. Dank. Succes, dank u wel. Ja. Ik ga even op zoek naar een van de andere gedecoreerden. Ik kom zo terug. Nou, we gaan even aan de kant voor oudere mensen. Gaan we even terug naar de camera shot. We hebben hier de heer Trim bij de camera.
Meneer Trim, van eerst van harte gefeliciteerd met de orde van Oranje Nassau. Ook u, ik vraag het eigenlijk alle gedecoreerden, ook u bent hier gekomen onder het mom van een smoes. Hoe bent u hier terecht gekomen? Ze hadden gezegd dat we een familiefoto moesten maken. Die hoorde ik net ook al, goed excuus. Ja, we hebben hier de auto geparkeerd en toen belde een EHBO'er van mij van... Je hebt nog even tijd, kom even langs, want ik wil wat bespreken. Dat ging over de EHBO, dus ik denk, nou, we hebben nog wel even. Dus, vandaar. Ja. En u kwam hier binnen, u werd ontvangen. En wat ging er toen door u heen? Toen had ik een duister vermoeden van, die familiefoto is nooit aan de orde geweest. Ja, nu net. Genoeg foto's inderdaad. Ja. U heeft de burgemeester ook aangegeven, u heeft een rode draad in uw leven in de EHBO. Hoe is het zo gekomen? Dat is al heel lang geleden. Mijn diploma is van 78. Toen was het nog nieuwsgierigheid. En nu is het, je wil je omgeving veiliger maken. Je wil dat meer mensen zichzelf kunnen redden. En ja, zo verval je van het ene in het ander. En u heeft zelfs, zoals de burgemeester ook aangaf, mensen het leven gered met de defibrillators in Monnikendam. Ja, toen AED's ontworpen waren, toen werden ze naar Nederland gehaald en toen hadden ze contact met een arts die ze importeerde. Die heeft daar cursussen voor gemaakt, die heb ik uitgedragen en in Waterland gezegd van ja jongens, als je binnen 6 minuten zo'n ding erop hebt... Dan red je het misschien. Nou, en daar is ook binnen een groep binnen Waterland over gesproken. En uiteindelijk is 6 minuten Waterland ook ontstaan. Hartstikke goed. Ja. Dus, en waar hangen ze nu allemaal? Verspreid, maar ze hangen er nu veel meer. Je zit hier in een superveilige omgeving. Hier hangen op 100 vierkante meter 6 AED's. Er kan ons niks overkomen. Nee, dat is overdreven, maar... dat zou beter herverdeeld moeten worden. Maar... Nee, ze hangen overal bij Pim allemaal in witte kasten aan de buitenmuren. Maar nog even terug naar uw gedrevenheid. U bent al heel lang actief. In uw werkzaam leven bent u in medische dienst, maar vooral heel veel daarnaast als vrijwilliger. Hoe houdt u dat vol? Het kost enorm veel tijd. Ja, het is ook complex, maar het is een, ik zal niet zeggen een hobby. Het is een gedrevenheid om je omgeving wat veiliger te houden. En als ik nu zie dat sommige dingen nog steeds niet goed geregeld zijn, dan denk ik van, mag er wel een schepje bovenop. Dus er ligt nog wel een mooie taak in de toekomst? Zeker, zeker. Een grote plaats als deze zou ook een eigen EHBO-vereniging moeten hebben. Die hebben we, maar het is nog geen vereniging. Het is nog steeds een activiteit van mij. Ook dat moet gewoon op poten gezet worden binnenkort. Dus dit is ook een mooi moment om misschien mensen op te roepen hier actief in te worden? Zeker, zeker. We geven herhalingslessen, opleidingen. Allemaal in het Bernhard Nieuwetijd College. Dus ook zonder medische achtergrond kun je actief worden? Absoluut. De gemiddelde EHBO'er heeft nooit een medische achtergrond gehad. Het is de wil om volgens het wetboek, want dat moet je, in het wetboek voor strafrecht artikel 45, staat letterlijk dat je wettelijk verplicht bent iedereen die in nood is hulp te verlenen. Nou, als je dat geldt voor ons allemaal. Geldt voor iedereen. Als je dat dan toch moet, doe het dan op basis van kennis. Dan gaat het beter met hem of haar. Ja. Nou, dat lijkt me een heel goed streven. Ja. Hoeveel gedreven heeft u nog naar de toekomst toe? U heeft al ontzettend veel energie in gestoken. Ja, dat blijft wel. Dat is niet, dat stopt niet voorlopig. Ook wel een beetje rode draad bij alle gedecoreerden. Ze gaan door totdat ze het nog kunnen volhouden. Ja, maar er zijn nu alweer meer mensen die de kring groter maken. Dus laten we zeggen, mijn opvolging, dat is al geregeld. Het is nu de organisatie eromheen uitbouwen. Ja, ziet u dat wel toenemen, het enthousiasme van vrijwilligers ook op dit gebied? Ja, maar ook vrijwilligers moeten beschermd worden. Wij hebben een caravan gekregen. Die hebben we nu in de EHBO-kleuren geschilderd.
Dus in de officiële kleuren, geel, lichtblauw, donkerblauw, die wordt beletterd. En als EHBO'ers hier weer hulp moeten verlenen bij een halve marathon van de atletiekvereniging, dan staan ze op marken voor de vuurtoren. Heel herkenbaar. Ja, in de regen en weer en wind. En nu zetten we daar de caravan neer, zodat ze ook eens kunnen schuilen als het regent. Of iemand die een wondje heeft binnen kunnen behandelen. Nou, dat is ook wel plezierig. Dat is ook heel plezierig. Nou, op die manier kunnen de vrijwilligers ook ondersteund worden. Ja. Bij deze zullen we een oproep doen aan alle mensen die kijken om, als ze het leuk vinden, actief te worden. Ze kunnen zich eventueel tot u wenden of tot de gemeente misschien. Nou, tot mij, Gerrit Riem. Ik raad iedereen aan om dat te doen. En ik hoop dat uw enthousiasme heel veel navolging verdient. En nou ja, dat de EHBO goed op elkaar gezet wordt in Waterland. Dank voor uw inbreng en een hele fijne dag. Een heel fijn feest. Dank u wel. Ook bedankt. Nou, dan gaan wij nog even verder naar de laatste kandidaat. De heer De Wijze. We staan hier met de laatste gedecoreerde van de vijf personen hier vanochtend, de heer De Wijze. Allereerst van harte gefeliciteerd met uw decoratie. We kunnen gelijk even inzoomen op de orde. Welke is het? Ik weet het echt niet. Oh? Er gaat zoveel door je heen dat ik... Het stond hier ook inderdaad niet bij. Nou, nee, ik we gaan het opzoeken. Maar ik weet wel dat ik geridderd ben of gehuldigd ben. En daar ben ik heel blij mee. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Ik heb alle andere gedekenen ook gevraagd, hoe bent u hier terecht gekomen? Welke smoes is voor u gebruikt? Nou, ik ben de voorzitter van de Steg, het praathuis, dus aan de haven. En ze wilden dus een vergadering beleggen dus, met de nieuwe wethouders. En ik dan als voorzitter. En zodoende hebben ze gevraagd of ik hier in het gemeentehuis wou komen. En ik ben heen gegaan. Dus, En u kwam binnen en toen stond daar de burgemeester? Ja, en ik zag ineens heel veel mensen. Ik denk, er is meer aan de hand. En toen ga je twijfelen en toen denk je, hey, zou dat voor mij zijn? en toen bleek dus dat het wel echt voor mij was, ja. Nou, u gleurde er ook helemaal bij. Het is ook een fantastisch moment. Ja. Hoe hebt u het ervaren? Fantastisch. Ik glunde nog steeds. Ik ben er echt heel blij mee. Dus, en dat mensen je waarderen dus, in wat je gedaan hebt dus voor de gemeenschap, daar ben ik heel blij mee. Nou, u bent ook al misschien wel als de langste actief, vooral jaren 60, begin jaren 60 bent u actief. Wat drijft u? Hoe houdt u dat vol? Ja, ik weet het. Ja, er zit een drive in je en je wil wat doen voor andere mensen en met elkaar dan. Ja, dat is het gewoon. En als je in één bestuur zit en je doet het een beetje goed en je hebt ideeën, dan vraagt de ander het weer. Ja, zo gaat het. Door. En zo ga je dat door de tijd door. Ja. Maar ik vind het nog steeds leuk om te doen? Ik vind het ontzettend leuk om te doen, ja. Ja. Ik wil even vragen, u bent onder andere, en ik quote even, secretaris Hulpbetoon en Spinfabriek. Ja. Wat is dat? Hulpbetoon en Spinfabriek, dat is een organisatie. Wij hebben gelden vroeger gekregen uit een erfenis in Edam. En die gelden die zijn dus gebruikt in eerste instantie voor steun voor de mensen. Ze hebben het gebouw Hulpbetoon opgericht. Dat is het gebouw wat op de Kermengracht staat en met die grote gevelsteen erop, dat is Hulpbetoon. En daar werden vroeger daar in de arme tijd werden daar viskistjes getimmerd en de Hulpbetoon ondersteunde dat. En daar een soort sociale werkplaats? Een soort sociale werkplaats zou je het nu kunnen noemen, maar dat was een particuliere instelling. En toen later is dat gebouw verkocht aan de kerkoot, Kermopa, dus toen is het de lingerie geworden en dat geld wat daar van overgebleven is, dat is nu belegd. En de inkomsten, dus de rente die daarvoor is, kunnen wij als bestuur van de Vereniging Hulpbetoon en Spinfabriek, geven wij dat aan bepaalde verenigingen die bij ons een verzoek doen. En dat zijn dus algemeen nutbeoogende instellingen.
leuk om daar ook van te... Oh, mag Pim er ook gebruik van maken? Omroep Pim? Ja, weet ik niet, moet je een brief sturen, maar we hebben net vergaderd, dus... en ik ga er niet alleen over. Ja, dan zullen we wel eens kijken, hadden we nou kunnen. Hartstikke leuk. Ik las net op internet vanmorgen dat jullie een positief saldo hadden, dus dat... Dat klopt. Ja. Dat klopt. Gezond financieel beleid is heel belangrijk. Ja. Wat gaat u verder allemaal nog doen? Wat zijn uw ambities nog? Mijn ambities? Gewoon genieten van het leven en leuke dingen doen? Ja, ik werk dus niet meer. Ik ben gepensioneerd en ik geniet van het leven. Ja. Dus hier in de gemeenschap in Monnikendam. Ja. Zoals nu het praathuis is dus nu gesloten. Dus. En daar zijn we met, proberen we dat we dus ook in de wintermaanden of in de zomermaanden daar gebruik van kunnen maken. Vooral als het slecht weer is. En nou, dat is een van de drijfveren die we hebben. En anders kom je dus bij elkaar. Goed, in het museum. Dus het seizoen is weer aangebroken voor dit museum. In de Grote Kerk. En als stadgids. Ik vind het zo leuk om wat te vertellen over Monnikendam. En daar ben ik heel trots op. Ik ben geboren en getogen. En als je dan met mensen loopt en die zeggen dan, wat is Monnikendam toch mooi. En dan geniet je van, ook als stadgids zijnde. Dus dat is echt heel mooi. Voel je toch een bepaalde trots? Hè? Dan voel je toch een bepaalde trots. Ja, op Monnikendam dus. Niet om mezelf, maar om Monnikendam. Ja. En dan moeten we ook best zijn, hoor, want dat is echt leuk. En in de Steg is die praatgroep. Het enige opmerking van de burgemeester was dat er misschien ook vrouwen toegelaten moeten worden. Oh, iedereen is welkom. Maar over het algemeen komen daar oudere mannen. En die komen daar. Maar wij hebben dus af en toe, één keer in het jaar, hebben wij een diavoorstelling. Dan doen we dus oude foto's van Monnikendam. Garel Bont heeft van die kaarten. Of van andere foto's. Dan gaan we een diashow houden. En dan gaan we over de geschiedenis van Monnikendam ook dan. En dan komen er vaak vrouwen dus ook mee. En die zijn er. Maar overdag komen er geen vrouwen mee. Nee, nou dat is ook een leuke item natuurlijk. Ja. Ziet u, als laatste vraag, ziet u veel vrijwilligers toenemen? Is enthousiasme, werkt dat aanstekelijk? Voor het praathuis? Nou, voor überhaupt, voor alle vrijwilligers werken in de gemeente Waterland. Nee, dat werkt aanstekelijk. Het praathuis is ook leuk. Er komen steeds weer andere mensen bij. Het waren eerst alleen heel, heel oudere mensen. Maar nu krijg je echt verjonging. Dus dat betekent dat het een iets is wat we opgebouwd hebben wat belangrijk is. Voor de sociale contacten die er zijn. En verder vind dus die andere functies die ik dan uitoef. Met heel veel plezier. En ik hoop het nog verschillende jaren te kunnen doen. Je wordt wel ouder, maar ik geniet nog steeds. Iedere dag. U straalt alle energie nog uit. Hartstikke leuk. Wij gaan u er heel veel succes mee wensen. Vandaag nog een hele fijne dag gewenst. En nog vele jaren kunnen genieten van het vrijwilligerswerk in Waterland. Oké, heel hartelijk dank. Dank u wel. Succes met Omroep Pim. Dank u wel. Tot ziens. Bedankt. Nou, we hebben alle gedecoreerden nu gesproken. Ontzettend leuk om te zien hoeveel enthousiasme daarvan afstraalt. En ook hoe ze hier verrast waren door hun aanwezigheid. Weer er langs. Het is hier druk, gezellig, hectisch, stralende mensen. Hartstikke leuk om hier te zijn, hartstikke leuk om dit mee te maken. En we gaan denk ik afsluiten. Ik kijk even de regie. Het was hier leuk om hier te zijn. Het is goed om het mee te maken. Morgen is het Koningsdag. Leuk feest. Geniet allemaal daarvan. En mocht u mensen hebben die u wilt opgeven voor een lintje, doet u dan bij tijds. Dan kunt u volgend jaar misschien hier staan. Nou, een hele fijne dag morgen en tot gauw. Bedankt voor het kijken.